Goedemorgen, het is vandaag een vrijdag. Ik ben wakker geworden in Londen en ik ben hier voor MTV. Ik ben gewoon wakker geworden voor mijn wekker trouwens. Want die staat pas over 1,5 uur. Maar goed, ik ga even lekker eten bestellen en dan de dag beginnen. Ontbijttijd. Oh, dat ziet er lekker uit. En... oh, dat is lief. Bageltjes. My fave. Ik heb even snel wat kleren aangetrokken en ik ga nu eventjes een mascara halen. En een nieuwe foundation, want die is ook bijna op. En ik ben ook concealer vergeten. Echt top bezig. Hey, ik ben buiten. Het is best wel fris. Het is 9 graden en ik loop in een trui. En het is ook best wel uitgestorven. Ik weet niet wat er aan de hand is. En ik ben weer gearriveerd bij Covent Garden. Covent Garden, geen idee. En ik weet dat ze hier een Brandy & Melville hebben, maar ik weet niet meer echt waar die zit. Dus ga ik even zoeken. Ik heb even wat extra make-up aangeschaft. En nu ga ik nog even langs de Brandy en dan ga ik terug naar de kamer. Hoe geweldig is deze winkel met fucking Harry Potter kikker. Oh my god, dit is echt geweldig. Ik ga hier nu naar binnen. Oh my god, dat was de beste snoepwinkel ooit. Maar het was zo klein, dus ik durfde niet te filmen. Maar ik heb wel wat foto's gemaakt op mijn telefoon. En ik heb 2 chocoladekikkers gekocht van Harry Potter. En popcorn jelly beans. En nu ben ik bijna bij het hotel. En ga ik me even klaarmaken. En om 1 uur bij IT. Ik heb trouwens, ben niet meer naar de Brandy geweest. Maar ben naar de Zara geweest, want die heb je natuurlijk, nou, de Brandy heb je ook in Nederland. En ik heb een superleuke jurk gekocht, dus die ga ik gelijk aandoen. En ik heb allemaal nieuwe make-up gekocht, dus ik heb echt zoveel zin om mijn gezicht zo... zondag? Het is warm aan het worden nu, het is echt lekker weer. Maar ik heb zoveel zin om mijn gezicht lekker vol te smeren nu. Oh, zo lief. Ik kom weer binnen en ze hebben mijn doekie midden op het bed gelegd. Dat vind ik echt cute. Ik ben weer terug op de kamer, ik heb even een Starbucks hier gehaald. En ik ga even laten zien wat voor meuk ik gekocht heb. En dan ga ik me klaarmaken. Het is bloedheet hier. Ik ga kapot. Oké, als eerst. Ik had een foundation nodig. Dus ik ging naar Charlotte Tilbury. En toen wilde ik een foundation kopen die ik al een keer eerder heb gehad. En toen dacht ik, maar waarom heb ik deze niet nog een keer opnieuw gekocht? Blijkbaar omdat ik hem dan niet zo goed vond. Ik heb een blaar onder mijn voet. Fucking hell. Maar goed. Toen dacht ik dus, waarom heb ik hem dan niet opnieuw gekocht? Nou, blijkbaar vond ik hem dan niet zodanig goed. Dus toen heb ik een andere versie gekocht. Tenminste, laten aansmeren. En dat is deze. Dus we gaan zien wat het doet. Tenminste, ze heeft al een beetje op mijn gezicht gesmeerd. Ja, ik denk wel goed. En een nieuwe foundation kwast. Want ik hou van beauty blenders, echt enorm. Maar je moet ze echt heel goed schoonmaken en bijhouden. En dat vind ik met een kwast is makkelijker schoon te maken dan een beauty blender. Tenminste, in mijn beleving. Eigenlijk als ik nu over nadenk, duurt het niet langer of zo, niet per se. Maar ik weet niet, ik vind het... ja, ik had gewoon weer zin in een kwast. Dus ik zag deze kwast erbij liggen. Nou, toen was ik natuurlijk verkocht. Veel heb je niet nodig om mij over de streep te halen. Hoppa. Hoppa. Godver. Niks hoppa. Oké. Nou, plastic is er bijna af. Nog niet helemaal. Dit is hem. Het zal wel. We gaan zien wat het effect gaat zijn. Jezus, het effect gaat nu in ieder geval zijn dat ik gefrustreerd ben. Nou. Dan moet ik het gewoon gedaan hebben. Het is gelukt. Yes. Oké, dus deze nieuwe foundation en deze nieuwe foundation kwast. Toen ging ik naar MAC. Want ik had ook een wenkbrauwpotlood nodig. En die heb ik dus gekocht. Zo simpel kan het leven zijn. Dat is spiked. En ik had gewoon weer zin om een wenkbrauwpotlood te gebruiken. Ik ga gelijk alles uit de verpakking halen, zodat ik het gelijk
in mijn make-up stash kan gooien. Ik vind deze verpakking trouwens heel mooi. Echt een mooi flesje. Eigenlijk vind ik dat met alle make-up van Charlotte Tilbury. En ik heb deze kwast bij MAC gekocht. Het is een, ik denk dat het een concealer brush is. En ik had er laatst eentje bij Noord gebruikt. En die zei echt dat die geweldig was. Maar nou weet ik niet per se of dit hem nou is. Maar goed, die heb ik dus wel aangeschaft. Verder zag ik ineens een spray weer staan. Een fix spray. En toen dacht ik, hey, deze heb ik echt al heel lang niet gebruikt. En waarom eigenlijk niet? Dit is gewoon totaal uit mijn routine gegaan. Dus ik weet niet waarom, maar ik heb deze weer aangeschaft. En die ga ik gebruiken. Ik snap niet waarom ik dit, dit niet heb gebruikt. Een tijd. Nou, dus nu kan dat weer. De zon is een beetje weg, dus het is wat donkerder geworden. Toen ging ik naar Boots, omdat ik ook nog een mascara nodig had. En ik was eigenlijk al langs al die winkels geweest. En toen dacht ik, oh shit, ik moet nog een mascara hebben. En ik vind het dan altijd, ik weet niet waarom, een beetje lullig om weer terug te gaan naar een winkel. Van, oh ja, ik ben een mascara vergeten. Toen dacht ik, een Maybelline of L'Oreal mascara. Whatever, weet je. Voor mij maakt het niet zo heel veel. Ik heb niet echt een Holy Grail mascara of zo. Nog nooit. Vroeger gebruikte ik altijd die van L'Oreal. En dan met aan de ene kant wit en dan daarna eroverheen. Dat vind ik allemaal gedoe. Ik heb echt alle mascara's ooit wel in mijn leven gebruikt. Maar het is niet dat ik er maar eentje denk, wow, dat was hem. Dus toen ging ik naar Boots. Toen heb ik deze gekocht. Deze kent denk ik iedereen wel. Gewoon een basic mascara. En toen heb ik wat schijfjes gekocht. Dat was ik ook vergeten. Toen zag ik dit liggen. En dit vind ik gewoon lekker. Ik ben niet verkouden of niks. Maar ik vind het gewoon zo lekker. Zo'n stick met fix. En dan ga je zo'n beetje astmatisch aan dat ding ruiken. En dan krijg je zo'n refreshing boost. Nou, dat vond ik dus leuk. Toen zag ik nepwimpers liggen. En dacht ik, oh ja, eigenlijk vind ik het ook alweer mooi om gewoon weer even nepwimpers op te doen. Dus toen heb ik nepwimpers gekocht. Daarbij hoort natuurlijk ook wimperlijm. En toen had ik nog een concealer nodig, want dat was ik ook vergeten. En toen zag ik deze concealer. En deze concealer verkopen ze dus niet in Nederland. En deze is heel chill. Dat weet ik van een tijdje terug. Dus toen heb ik deze lekker aangeschaft. En toen voelde ik mijn voeten enorm. Het wordt heel donker hier. Toen voelde ik mijn voeten enorm. Toen dacht ik, hey, blarenpleisters. Toen heb ik blarenpleisters gekocht. En toen wilde ik weggaan. En toen zag ik dus deze foundation staan. En ik weet nog wel, ik heb ooit deze foundation in. Ik vlogde toen volgens mij nog niet eens. Vlogde ik toen al? Ik zag dus deze foundation, de Wake Me Up van Rimmel. En dit is echt zo'n goede foundation. Ik weet nog dat ik toen verbluft was door het resultaat. Maar ik had hem toen gekocht omdat hij in de uitverkoop was. Want hij was toen 50% korting. Dus ik dacht, oh lekker, goedkope foundation. Nou, bleek echt het beste ooit te zijn. En toen was dus de reden dat hij in de uitverkoop was. Omdat ze hem niet meer verkopen in Nederland. En toen zag ik hem hier, toen dacht ik, ja. Dus ik ben benieuwd of ik hem nu nog steeds top vind of niet. Maar ik heb hem wel gekocht. En toen wilde ik naar Brandy Melville lopen en toen liep ik langs Zara en toen dacht ik, misschien heb ik niet alle schoenen bij die ik mee wilde nemen, dus moet ik een nieuw paar schoenen hebben. Dat is hem niet geworden, maar ik heb wel een hele leuke jurk. Oh, ik heb nog meer gekocht trouwens. Toen heb ik wel een leuke jurk gekocht, die zag ik hangen en we gaan zo high tea'en en ik had nog een leuke outfit nodig voor de high tea. Die niet too much was, maar gewoon leuk en degelijk en gezellig. En toen kwam ik op deze jurk. En dit is een maxi dress. Hoe zit die? Ja, hij zit hierboven vast. En dan gaat hij zo helemaal la 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 door. En er zitten allemaal sterretjes en het heelal en de hele shabam zit erop. Dus dat vond ik leuk. Toen liep ik langs de snoepwinkel, wat jullie net zagen. En toen heb ik dus deze gekocht. En dit is dus melkchocolade met crisp rice puffs. En dat vind ik echt de allerlekkerste chocolade ooit. En het is overigens Harry Potter kikkers. Zou hier ook zo'n kaart bij zitten? Ik hoop het. En toen zag ik popcorn flavor jelly beans. En dat vond ik ook leuk eruit zien in deze verpakking. Dus toen heb ik die ook aangeschaft. En nu wordt het tijd dat ik me ga klaarmaken. Tot zo. Oké, ik heb me klaargemaakt en gedoucht. Ik moet er 5 minuten mee staan, dus ik moet nog even omkleden.
Ik probeer het dus met die foundation kwast te doen. Ik heb weer nepwimpers op. Het is echt zo anders weer. Maar ik vind het wel weer leuk. Dus misschien dat ik er weer verslaafd aan raak. Ik ging dus die foundation doen met die kwast. Nou, dat ging echt voor geen meter. Dus ik heb gewoon weer lekker mijn beauty blender schoongemaakt. En met de beauty blender mijn foundation gedaan. Ik heb die foundations trouwens allebei gemixt. Dus ik weet nou eigenlijk niet welke beter is of waar ik heel tevreden over ben. Verder die Maybelline concealer gebruikt. En mijn wenkbrauwen met een potloodje gedaan. Zijn ze toch iets strakker. Ja, ik ben blij met die nepwimpers. Ik ga me nu snel aankleden, want anders kom ik gewoon te laat. Ik ben ready. Ik heb me aangekleed. Ik heb die jurk dus aangetrokken. En ik heb deze trui eroverheen gedaan als jas. En ik heb ook schoenen van Zara aan. Dit is de outfit. Ik zal even het laten zien. Het is wel een beetje donker in deze kamer. En dan is zeg maar, eigenlijk is het zo'n jurk en dan met lange mouwen. Maar ik doe het nu even zo. En als we dan ergens binnen zijn, dan doe ik deze trui uit. En ik doe mijn Balenciaga tas erbij. Dus dit is de look. Ik vind deze schoenen ook echt heel leuk. En ik heb het weer gepresteerd om er een zooi van te maken. Do you have your room key? I don't even know where my room key is. Guten Morgen! No! Zo, echt zo'n... Hoi. Hoi. Echt zo'n porno licht, hè? Ja, echt. Ik wil ook geen normaal. Jezus, wat ben jij ook voor vampier? Maar je kan dit uitzetten, want ik krijg je koppijn van. Ja, weet ik. Ik kan het niet uit. Oh, hier zit ook een groene lamp. Wow. There is also a normal light. Mooi. So that's really great. Ja. Nou, Stanley is er dus. In dezelfde kamer. Nee. Ik heb een iets grotere kamer. Natuurlijk. En. Ik wil een upgrade. Ja? Yeah? Is het te klein voor je? Ja, echt wel. Nee. Ja, maar het is zo snel rommel. Ja. Je hebt even snacks gehaald. Heb je dit nou meegenomen uit Nederland? Ja, ja. Een kletsmajor? Dat ging lekker. Wat zit daarin dan? Weet je wel wat ik lekker vind? Ja. Kletskoeken. Welk zijn dat dan? Dat is met die pinda's en dan zo'n beetje gesmolten met suiker en zo. Die zijn zo fucking lekker. Dat weet ik. Met butterscotch. Well, thank you. That's so kind of you. Oh, shit. Ik zit er helemaal in de It Girls vibes. Yeah. It's like so amazing and I totally love your vibe. So, let's hit it. Oké, Stan is er gelukkig. En nu ga ik me klaarmaken voor vanavond. Want we hebben een diner en daarna een soort concert volgens mij. Ik weet niet. Planning gaat van hot naar her. Dus ik ga me even omkleden. En eigenlijk was ik vandaag heel blij met mijn make-up, maar ik denk dat ik het opnieuw ga doen. En dat vind ik aan de ene kant echt wel zonde. Ik weet het niet. We zien het wel. Ik ben kapot, joh. Ik ben met Stanley, gelukkig, op een diner. En ja, het is een beetje gekker. We zijn in een soort
soort ruimte met super mooi uitzicht. Ik zal het straks allemaal filmen. En we zijn in ja, leuk gezelschap. Die chicks van Jordy Shore zijn hier, dus dat vind ik sowieso fabulous. Daar word ik al van. Ik vind het fabulous. Dat is toch geweldig? Ja, yeah, I love it. Oh ja, top. Great. Stan en ik zitten in de bus achterin. En voor ons. Ik ga gewoon een stukje van vlog aanlaten. De gesprekken die deze vrouwen hebben zijn echt priceless. Dat is een fat boy. Je wilt dat die NAP? We zijn echt de twee ondeugende klasgenootjes achter in de bus. Die echt genieten van al deze juice. What's going on here? Echt, de wereld is gelogen. Het is nu 1:30 en ik ga lekker slapen. Ik ben kapot. Morgen moeten we 9:00 in de lobby zijn. Omdat we dan een backstage tour krijgen bij de IMA venue. Dus dat is fucking leuk. Verder was vanavond leuk. Ik heb ook Shireen gezien van MTV Nederland. Dus dat is ook gezellig. En verder was het best wel heftig. Het is gewoon echt heel gek om sommige meiden die je zeg maar op Instagram al heel lang volgt in het echt te zien. En dat je dan ineens zo'n ander beeld krijgt. Of positief of negatief. Maakt eigenlijk helemaal niet eens uit. Maar dat gewoon altijd op. Ik kom er echt altijd achter bij dit soort dingen. Dan denk ik echt. Internet is maar het internet. Je kunt zo hard je mening of een beeld vormen over iemand. En dat hoeft echt zo absoluut niks te betekenen. Want dat kan positief of negatief op een hele andere manier uitpakken. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Of tenminste, dat vind ik altijd grappig of gek om me dat te realiseren. Maar ik vind het trouwens verder ook heel erg leuk dat Stanley hier is. En ik ga nu mijn make-up eraf halen en dan lekker slapen. Want ik ben kapot. En het zijn best wel lange dagen. Ja, eigenlijk is dat zo'n aanstellerij. Want het is zo leuk om hier te zijn. Het is zo leuk om al deze dingen te mogen doen. En ik voel me gewoon een erg gezegend mens. Dus ik ga slapen met een hele grote lach op mijn gezicht. En ik zie jullie morgen weer. Doei!